De politie heeft gisteren ruim 370 kilogram drugs verbrand te Krakka. Het is de vierde verbranding voor dit jaar. Een politietopper geeft aan dat deze drugs op verschillende locaties in beslag zijn genomen in de afgelopen 4 maanden. Het gaat om cocaïne in vaste en in vloeibare vorm, hash, marihuana, ecstasy, tabletten en soekroe. De laatste drugsverbranding was in augustus. Toen werd er meer dan 339 kilogram cocaïne verbrand. De grootste partij uit de verbranding van gisteren is de 363 kilogram cocaïne, welke november op de Jules Sedney-haven in beslag is genomen. De cocaïne was in houtblokken verstopt. In mei van dit jaar is meer dan 1500 kilogram drugs vernietigd. En in juni ging het om een partij van meer dan 500 kilogram. Opmerkelijk is dat het aantal drugsverbrandingen in 2021 een van de hoogste is van de afgelopen jaren.